ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben er heel blij mee. Oh. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en ik sta met mijn jas aan omdat ik eigenlijk op het punt stond om weg te gaan. Ik moet namelijk nog boodschappen doen. En er is ook een pakketje voor me afgeleverd bij mijn buren, dus die moet ik ook wel even ophalen. Ik ben de hele tijd druk bezig met het zingen om mijn liedje voor te bereiden die ik ga opdragen op de crematie van mijn oma. Ik heb in ieder geval gehoord dat de crematie op maandag zal zijn, dus dat duurt nog heel even. Dan heb ik gelukkig nog tijd om mijn liedje daarvoor op te nemen. Ik wil vandaag sowieso een video opnemen, omdat ik wel gewoon eigenlijk heel graag wil dat er zaterdag en zondag video's online komen. En als ik dat nu doe, dan ben ik daar gewoon mee klaar en dan is dat gewoon klaar. Weet je wel, dan kan ik het weekend gewoon doen wat ik wil, bij wijze van spreken. Mau, goed? Mau. Ja, ik ga even eten halen. Ik moet wel even sojamelk halen. Ik moet sowieso eigenlijk grotere boodschappen doen, maar ik weet ook niet of ik daar zin in heb. Ik heb eigenlijk nergens echt zin in. Maar ja, wat wil je als net je oma is overleden. Ik ontvang echt zoveel lieve berichtjes nog steeds van jullie. Dat is echt bizar. Ik had dat echt niet verwacht. Weet je, die mensen zeggen dat het is heel cliché. Dat had ik niet verwacht. Maar ik had het echt niet verwacht. Maar goed. Oké, ik heb het kaartje trouwens gezien. De uitnodiging van mijn oma. Voor mensen die op de crematie willen komen. En die wordt echt al heel mooi. Ja, ik zal jullie hem tegen die tijd wel een keertje laten zien. Maar goed, ik ga eerst wel snel sojamelk halen. Zodat ik havermout kan eten. Want ik heb echt honger. Nou, ik heb dus een pakketje gekregen. Die heb ik even opgehaald bij de buurvrouw. Ik heb geen idee wat erin zit, maar ik zal hem samen even met jullie gaan openmaken. Hij is wel aardig zwaar, moet ik zeggen. Ik heb het ook bloedje heen. Ik ben net terug van boodschappen doen. Oh, en dan heb ik niks onder die trui aan. Ik wil eigenlijk het liefst die trui uit doen. Misschien ook zo even een hemdje aan doen. Jeetje, hoe krijg ik deze open dan? Echt een lieve kant komt eruit. Of suiker of wat het ook mag zijn. Oh, dat is van dat... Nou, verklaar het me. Het is een pakketje van John Frieda. Ik zou daar eigenlijk naar de lancering zijn gegaan. Maar ja, dat ging allemaal niet meer door. Omdat er van alles dus aan de hand was. Maar ik zie nou dat het een strandpakketje is. Dus vandaar ook dat zand wat eruit komt. Heel lief hebben ze me dit pakketje toch nog opgestuurd. Ondanks dat ik niet bij de lancering kon zijn. Allemaal nieuwe producten. Oeh, dat ziet er lekker uit. Sea salt spray. Conditioner. En een shampoo. Masker. En nog een masker conditioner. Van die zandschoenen. Daarom, ze hadden mijn schoenmaat nodig. Maar dit is wel echt een heel leuk pakketje. Dan moeten jullie even van dichtbij komen zien. Kijk, het zat dus in deze doos. En als je hem dus open doet, dan heb je dit. En dan staat hier ook nog een zakje met schelpjes. Heel erg leuk pakketje. Heel gaaf. Ik ben heel erg benieuwd naar deze nieuwe producten. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben er heel blij mee. Oh, ik weet niet of dat de bedoeling was. Of dat ik nu het halve pakketje heb gemold. Maar in ieder geval, ik doe hem lekker dicht. Ik ga hem lekker neerzetten. Ik ga hier lekker gebruik van maken. Maar eerst ga ik even eten. Het is inmiddels alweer 2:30. Maar ik loop alles uit te stellen. En ik heb ook helemaal geen honger. Maar het is nu wel echt even tijd om te gaan eten. Dus ik ga even ontbijten. Ik heb 2 croissantjes gehaald. En ik ga ook gewoon havermout maken. Want ja, het is mijn ontbijt en mijn lunch en deze week is het ook niet echt verantwoord. Maar ik ben trouwens wel 2,5 kilo afgevallen deze week. Dat is echt bizar. Ik denk dat het komt door alle stress en door weet ik veel allemaal. Ja, voornamelijk door stress. Maar goed, ik ben wel heel blij met dit pakketje. Ik ga mooi op mijn bureau neerzetten en ik ga nu lekker ontbijten. Zo hé, het is echt al avond. Vandaag is eigenlijk de eerste keer dat na de afgelopen dagen dat mijn vlog eigenlijk echt wat korter is. Moet toch zeggen dat ik het nog wel redelijk heb gedaan met de afgelopen vlogs. De vlog die ik vandaag heb bewerkt, ik heb vandaag vooruitgewerkt even. Zodat ik morgen ga ik 2 extra video's opnemen. Ik heb een hele leuke video bedacht ten ere, zeg je dat zo, ten ere van mijn oma. Over wat oma's allemaal doen. Gewoon meteen de gedachten van mijn oma. En ik vond het wel leuk om een beetje een luchtige video te doen en haar toch een beetje te herdenken in mijn video. Dus heb ik daarvoor gekozen. Die video is online als jullie deze vlog zien. En die heet 10 dingen die alle oma's doen. En voor de rest ga ik een What's in My Bag video opnemen. Omdat dat een beetje een makkelijke en een luchtige video is. Of iets anders, maar ik denk dat het een What's in My Bag wordt. En verder heb ik veel geslapen vandaag. En heb ik wel boodschappen gedaan. En ja, niet echt heel veel bijzonders gedaan. Gewoon puur omdat
even bijtanken of zo. Ik heb veel mijn liedje alvast geoefend die ik op de crematie ga zingen. Dat wordt Zeg me dat het niet zo is van Frank Boeien. Ik heb voor dat nummer gekozen omdat ik dat één een heel prachtig nummer vind. Dus daarvoor sowieso. En twee, omdat ik dacht, ik kan wel een nummer doen van deze tijd. Maar Frank Boeien heeft mijn oma ook nog gekend, weet je wel. Niet dat Frank Boeien mijn oma nou heeft gekend, maar mijn oma heeft Frank Boeien gekend. Dan denk ik, dat is wel toepasselijker. Ik hoorde dat mijn broer ook wat gaat voortdragen. Dus dat vind ik wel heel lief. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Het is dus aankomende maandag is de crematie. Daarvoor is nog gelegenheid om afscheid te nemen van oma. Dan is de crematie en dan gaan we nog met z'n allen wat koffie en cake eten. En dan is het verwerken. En dan is het goed. Dan is het goed geweest. Dan gaan we nog foto's uitzoeken en zo. En die koffer, die krijg ik dan nog. En daar zitten dus heel veel foto's nog in die we nog moeten uitzoeken. Dus er moet nog best wel veel gedaan worden wat dat betreft. Maar echt de grote dingen die heeft mijn moeder vandaag geregeld. Ik heb vandaag met haar gebeld. En ze was dus met haar drie broers. Want ik heb dus nog drie omen. Hebben ze aan de tafel gezeten. En hebben ze alles geregeld. En de uitnodigingen zijn... Ja, eigenlijk is alles zo goed als klaar. De kist is uitgezocht en zo. Schijnt een hele mooie kist te zijn. Dus ik ben... benieuwd. Het wordt een heel mooi afscheid, zei mama. Dus ja, daar vertrouw ik volledig op. Ik heb vannacht een beetje onrustig geslapen. Ook heel veel geslapen vannacht. Ik ging echt al vroeg naar bed. Gisteravond. Ik dacht rond een uur of... Het zal het geweest zijn, 11, 12 of zo. Voor iemand die normaal gesproken om 3 uur 's nachts slaapt. En ik werd echt pas rond 10 uur wakker. En toen ben ik vanmiddag ook nog in slaap gevallen. Het is echt alsof ik heel even moet bijtanken. En wat ook heel gek is, is dat ik gewoon... Ja, dat heb ik al verteld. Maar dat ik gewoon helemaal niet... bewust of gezond heb gegeten. En dat ik wel 2,5 kilo ben afgevallen. Nou moet ik zeggen dat ik daar niet heel erg ontevreden mee ben. Maar goed. Ja, deze vlog is dus helaas wat korter. Het spijt me. Ik hoef niet eens te vragen voor jullie begrip. Want ik weet dat jullie het hebben. Na al jullie lieve berichtjes. En ik zag vandaag ook een ontzettend lief berichtje onder een vlog van mij. En die was geloof ik zo'n 75 keer geliked. Als het niet meer is. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Voor alle lieve berichtjes alweer. Ik denk dat ik het de hele week nog wel zal herhalen. Maar dat geeft echt helemaal aan hoe dankbaar ik jullie ben. Welterusten en ik zie jullie morgen weer. Doei doei. En ik heb heel goed bij mezelf zitten nadenken. En als ik jullie één advies kan meegeven. Is het wel dat wanneer je oma dement wordt. En hoe dement ze ook wordt. En hoe gemeen ze soms kunnen doen. En ja, je hebt mensen die nog redelijk goed kunnen praten. Je hebt mensen die helemaal vol schelden. Maar het blijft je oma. En